Hallo mensen, mijn naam is Ben. Als je dat nog niet wist, het is 's avonds hier bij mij. 'S avonds, ja, 's avonds. Ik dacht, ik maak een kleine intro voor een andere intro. Ik heb mijn moeder een gunst gevraagd. Voor de mensen die het niet weten, mijn moeder is op vakantie voor 3 weken. Voor de feestdagen is ze weg. Ik mis haar nu al. Ze is niet een week weg. Ik mis haar. Haar vogels hier bij mij. Voor als je dat nog niet... Oh jawel, vorige week had ik het laten zien. Vogels een beetje agressief. Die wil iedereen bijten. Maar mijn mama is dus weg. En ik heb haar gevraagd om te vloggen voor jullie. Ik dacht, het is een heel leuk idee. Ze heeft gevlogd. Het is haar eerste keer dat ze vlogt. Dus ze vindt het heel erg spannend. En ik probeer haar tips mee te geven. Misschien is ze niet zo enthousiast als mij, maar ik dacht van, ik ga jullie toch laten zien. Ik vind het leuk dat de beelden van Curaçao dan erin komen te staan. En dus heb ik met haar besproken dat zij beelden zal opnemen. Dus voor een vlog van deze week, dinsdag, mijn moeder en mijn zusje natuurlijk. En de mooie avonturen die zij meemaken nu op Curaçao. Daar gaan we. Wij staan hier op Sangwang, Bandenbouw Curaçao, in de knoek van opa Jai, dat is de opa van Lauren. Het is allemaal alleen maar puur natuur hier. Je ziet alleen maar groen, geiten, varkens en straks gaan wij ook naar de stranden kijken. Dus hier laat ik jullie iets zien van het landgoed van de Schotborgs. Staan helemaal in de verte met andere kinderen, met familie. We staan te kijken hoe zo'n geiten loslaten daar zo. Bij de geiten. Dan gaan we iets dichterbij kijken, ja? Oké, okay, tot zo. Nou, daar zijn we hier weer. Kijk, de kinderen zitten in de achterbak van de pick-up. Lisanne, even zwaaien voor de kijkers van Lauren Tax. Kelly en Sasha. Ja, Sasha, ja. En kijk, daar heb je Ruviana. Hi. Wij wonen allemaal in Nederland, maar Nederland was te ver om elkaar te bezoeken, dus wij kwamen hier op Curaçao om elkaar te bezoeken. Ja, vinden jullie dat een goed idee? Duimpje, blauwe duimpje omhoog. Daar hebben jullie de opa van Lauren. Opa, even zwaaien voor de kijkers van Lauren. Ja. En hier achter zien jullie de geiten. Hoi! Zometeen laat ik jullie nog meer zien.
Het is inmiddels de middag. We hebben een van de stranden van San Juan bereikt. Dit is Playa Manzanilla. Gelukkig is het door de afgelopen tijd, was er een storm hier op Curaçao, is hij niet vernield. Dus hier kan je zien. Ja. En nu gaan we gewoon lekker afkoelen. Ik lig, of ja, lig slash zit inmiddels op bed. Vonden jullie deze beelden nou leuk? Ja, het is anders dan als ik vlog. Maar vonden jullie het nou toch leuk om te zien wat mijn ouders daar meemaken? En de mooie landgoed, het mooie strand, het landhuis, wat allemaal van familie is. 665 hectare aan landgoed. Wat van familie Schotburg is. Dat is een leuke feitje om te weten. Niet dat ik er geld van heb. Nee. Nee. Heel jammer dat. Maar maakt niet uit. Maakt niet uit. We hebben landgoed daar. Daar waar ze binnenliepen is een landhuis. Van onze familie. Aan mijn vaders kant. En die strand waar ze waren is ook een strand. Een van de stranden van onze familie. En het is alleen jammer dat niks gerenoveerd is en dus netjes gemaakt is. Laat me het even zo zeggen. Maar het is wel leuk om te weten. En de film Tula is daar gefilmd. Als je die film nog niet kent, ik zeg niet dat je het hoeft te gaan kijken. Maar die film, of er zijn een stukje van die film is daar gefilmd. Dus misschien is dat leuk om te weten. Dus alleen toen was het gebouw niet geel, maar wit. Toen hadden ze hem wit geverfd voor de film. En toen weer geel geverfd. Dus feitje. Een heel leuk feitje. Dus als jullie het nou leuk vonden om naar mijn moeder te kijken. En meer van dit soort video's wilt zien. Sowieso gaan jullie meer zien of jullie het nou leuk vonden of niet. Jullie gaan sowieso meer zien. Want ze heeft meer gemaakt. Dus ja. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik zou zeggen laat een blauw duimpje omhoog zoals ze al zei. Laat een blauw duimpje omhoog. Abonneer. En laat een reactie achter. Als jullie nog vragen hebben, laat ze maar achter in de reactie. Hier beneden. Ja, laat gewoon achter. En die kan ik voor jullie beantwoorden. En dan zal ik zeggen, tot de volgende keer. Laters.